Goedenavond en welkom bij de Vreemdeling aflevering. Angela zei nu goedenavond, goedemiddag. Ja, we zeggen dat altijd. Dat is omdat die video's altijd, die komen in de avond. Die komen s'avonds. Ah, okay. Die komen in de avond online, we filmen altijd in de middag. Dus moet ik ook goedenavond zeggen. Ja. Ja. We hebben een speciale gast op. Maar ik ben zenuwachtig, joh. We hebben grote gasten gehad. Erik Gerrits, Wim Dries, maar dit is een andere kaliber, maat. Angelo Bruno. Dat is ook een speciale gast. We gaan nu nog. Oké. Welkom, Angelo. Dit is een grote eer voor ons. Ja, dat is echt. Hoe is het met u? Goed, eigenlijk. Ik heb gekozen om in augustus 2019 te stoppen met de politiek, vooral omwille van medische redenen. Maar eigenlijk ook wel omwille van het feit dat twee zware jobs tegelijkertijd is toch heel moeilijk om die samen op de juiste manier, op een goede manier te volbrengen. En dan heb ik ook de keuze gemaakt om mijn bedrijf samen met de familie verder te zetten, met mijn broer en met mijn zonen. En je hebt gezien wel dat nadat je je politieke carrière op pauze hebt gezet of op stop hebt gezet, dat je meer heb gedaan met Bruno, denk ik, hè? Ja, ik ben ook fulltime bezig in het bedrijf nu. En ja, het bedrijf staat niet stil. Wij blijven verder de groei aan te pakken. We zijn ook nu met locaties zoals de NMBS-stations. Ja, ik heb dat gelezen. En dat is buiten Limburg, dat is buiten Limburg. We zijn nu in Sint-Niklaas bezig, we zijn in Brugge bezig. Dus we gaan eigenlijk buiten de grenzen, maar we gaan buiten de grens op dit moment vooral rond onze Bruno's Food Corner concept. Dat was een van mijn vragen, Angelo. Dat was een van mijn vragen, want ik heb dat gelezen gehad, dat jullie zijn aan uitbreiden buiten Limburg. Want tot nu toe, misschien om een beetje side-info te geven, we hebben hier Angelo Bruno bij ons. Angelo Bruno is de oprichter of de eigenaar van Bruno's Food Corner. Dat is een van de populairste. Als je dat niet kent, dan leeft je van een steen. Als je van Limburg zit, dan kent je Bruno sowieso. Maar dat is niet het enige, want Angelo was ook eerste schepen. Was. Ja, was. Scheep van economie. Scheep van economie. En werkgelegenheid, kan dat? Nee, ik was schepen. Zij heeft niet economie. Ja, nee, ik heb huiswerk niet gedaan. Nee. Zelfs gewoon dingen. Nee. Nee, maar even ook zeggen dat misschien de groep Bruno bestaat eigenlijk uit twee aandeelhouders. Hè. We zijn met twee mensen, dat is mijn broer en ik. Dus niet alleen ik. Dus belangrijk om te weten dat het een familiebedrijf is. En dat we daarmee eigenlijk in 1988 begonnen zijn, samen, hij en ik. En dat we, 88. Mensen denken, hè, dat is allemaal snel, maar sinds 88 is dat opgebouwd geweest. Dat is een... zijn jullie met twee broers? Ja, eigenlijk zijn we met 7 thuis. Yeah. We zijn met 2 broers begonnen. Dat is een oude onderweg zijn er dus een aantal broers en een zus mee op de kar gesprongen. En ondertussen zijn die daar ook terug uit, omdat die dus een pensioenleeftijd bereikt hebben. En hebben ze gekozen om uit te stappen. Dus op dit moment zijn we met 2 broers en met 2 zonen. Dus de tweede generatie is ook terug in het bedrijf. Ja. En, maar goed, we zullen zien hoe het verder evolueert. Hoe jong zit jij nu, Angelo? Ik word 60. Ja. Ik word in december 60. Dus, zijn we uitgenodigd als we gevaccineerd zijn? Hoeveel december? 19 december. Oké, dat is nou. Maar ik wil ook bij die feestje zijn, ja? Angelo 60. Ja, heb je feestje? Die weet dat niet, dat is een verrassing. Wat op het moment is voorbereid aan te worden voor december. Maar ja, misschien met COVID. Hoe heeft COVID u geëffect, Angelo? Mentaal, fysiek misschien? En op businessvlak ook misschien? Ja, ik ben eigenlijk vorig jaar om deze tijd, het was 17 maart 2020, dat ik zelf besmet ben geraakt. Ik heb COVID gehad, ja. Ik heb een lichte vorm van COVID gehad. Ik heb godzijdank niet in het ziekenhuis moeten belanden. Maar ik heb gewoon 2 weken thuis. Ik had de lichte vorm van corona en na 2 weken ben ik terug gaan werken. Ja, hoe ervaar ik corona? Ik denk dat dat de rust wel voor de rust een goede zaak geweest is. Dat je natuurlijk terug in je cocoon, in je familie heel veel tijd gestoken hebt. Ja, dat is waar. Maar het wordt nu ook wel tijd dat we terug een stukje... Want we moeten eerlijk zijn, we hebben een stuk onze vrijheid moeten inperken, maar we hebben toch nog altijd veel dingen kunnen doen. Hè. Als je ziet in onze omringende landen, zijn wij nog altijd toch wel op een niveau dat wij nog ons kunnen bewegen zoals we willen. Maar Angela, een avondklok op. Die al zes maanden actief is. Nu, ik ben voor sommige maatregelen en tegen. Ik kon na 10 uur naar mijn vriendin gaan, maat. Ik heb geen avondklok die al 6 maanden bezig is. Die avondklok heeft u persoonlijk op bedrijfsslag ook beïnvloed, denk ik, hè? Ja, wij hebben dus mee moeten onze uren aanpassen, inderdaad. De avondklok is niet 10 uur, maar 12 uur. Je kunt tot 12 uur naar even vriendin gaan. Die is al thuis voor 6 uur, daarom dat ik dat zeg. Ja. 6 uur s'avonds in ons thuis tv. Oh, ik heb geen vriendin. Angela, ik heb geen vriendin, kun je dat geloven? Ja. Ik heb geen thuis, maat. Misschien zo aankondigen nu, hè, dat je een vriendin zoekt. Dames en heren, ik zoek een vriendin, maar ik heb al hoge eisen. Ja. Eigenlijk niet, je moet gewoon vriendelijk zijn. En niet zeveren, altijd. Je moet eerlijk zijn. Maar dus je hebt die avondklok, heb je daar last van gehad? Ja, wij hebben natuurlijk inderdaad heel onze organisatie moeten aanpassen op de avondklok. Hè. Sluiten om 10 uur, we hebben buitenpresentaties die dag en nacht. Door het feit dat je dag en nacht open bent, kun je buitenpresentatie ook laten staan buiten. Dat we ons naar binnen moeten brengen. Onze uurroosters moeten aanpassen. Ja, de restaurant, we mogen takeaway doen, maar tot 8 uur s'avonds. We mogen geen alcohol verkopen na 8 uur s'avonds. Dus dat is een aanpassing. Maar we hebben daardoor een stukje omzet verloren, maar ik moet u zeggen, we moeten niet... Allee, we zijn eigenlijk heel tevreden, want omzetmatig in 2020 hebben we het goed gedaan. We hebben ons kunnen standhouden en dat betekent dat we ook in 2021 verder hebben kunnen investeren. Verder, hè, zoals nu wij gaan doen in Sint-Niklaas, zoals we gaan doen in Brugge. Dus wij hebben daar een stukje last van gehad, maar we hebben er ook op een goede manier kunnen beantwoorden. Ja, ik denk dat heel veel mensen... Mensen voelen die vrijheid een klein beetje losser komen. Bijvoorbeeld toen de regels zijn... dat de regels zijn versoepeld met dat je 10 mensen buiten mocht zijn. Ik heb eens 10 vrienden, maat. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat de mensen zo'n verluchtend gevoel krijgen. Dus ik kan niet wachten tot dat een beetje meer versoepelt. Voor mij is horeca het belangrijkste, maat. Ik kom buiten eten. Moet ik iets zeggen? Horeca... terrasje. Het grootste deel van horeca is al afgemaakt. In 1,5 jaar tijd. Nee, maar wie is failliet gegaan? Iedereen... Die hebben wel geen winst gemaakt, misschien, maar iedereen staat er nog. De kleine horecazaken, die geloof ik dat die ermee te verduren hebben. Dus mensen moeten alleen een horecazaak hebben. Wanneer is genoeg voor de Bruno's Food Group of de Bruno's Groep? Wanneer heb je gezegd van, nu hebben we genoeg bereikt? Of zeg gewoon... Maar die zijn al bij de volgende generatie, dus... De zonen zijn erin gestapt. Dat is nooit genoeg. Nee, ik bedoel, ooit internationaal misschien... Nee. Maar die zijn nu uit Limburg. Nee, maar ik bedoel, goed, wanneer is iets genoeg? Ik denk, ondernemers, als je onderneemt, is het alle dagen opnieuw ondernemen. En meegaan met een stukje vernieuwing, een stukje nieuwe ideeën. En dat brengt u tot beweging, dat brengt u tot constant zoeken naar nieuwigheden. Altijd zorgen dat je je anders opstelt dan de concurrentie. En dat maakt het ook gezellig, dat is ook een uitdaging. Voilà. Maar en, als ik mag vragen, wie... Ik weet niet, heb je concurrentie? Zeker, ja, we hebben altijd concurrentie. Lula. Maar je moet leren uit de concurrentie. Concurrentie heb je altijd, maar je leert eruit. Ik vind dat niet erg, dat concurrentie. Concurrentie houdt mij ook scherp. Maar dan vraag ik me af, is een kebabzaak is geen concurrentie, wat ik dan? Ah ja, maat. Nee, dat is geen concurrentie. Maar wat Italiaan, maat. Niemand is concurrent. En een oldschool Italiaan. Goed job, ja shop. We gaan eens een bezoek brengen. Nee. Ja... Ding is, EcoShop misschien. Die hebben wel een uniek concept, hoor. Op de Hoefzamelaan. Ja, maar nogmaals, ik bedoel, concurrenten zijn er om elkaar te steunen en om uit elkaar ideeën, een stukje nieuwe ideeën te laten creëren. En dat vind ik goed. Ik heb echt geen schrik van concurrenten. Integendeel. Nee, ze zeggen dat bijvoorbeeld Mohammed Ali niet geweest zijn. Mocht Joe Frazier er ook niet geweest zijn. Dat is waar. Of Messi met Ronaldo. Competitie, ja, voilà. Dat maakt u een betere... Ja, zeker. Dat probleem is... Dat drijfveer. De mens werkt zo. Het probleem is met Bruno, als dat de Messi is van... Food Corners. En wie is die? Maar daar is geen Ronaldo. Daar is misschien... Winnie West, die song of zo. Bruno is letterlijk te groot. Maar die hebben dat verdiend met hard werken sinds 88. We hebben het al over een aantal investeringen gehad die jullie hebben gedaan. Jullie hebben ook onlangs een Zonova. Een station gebouwd, ja. Ja, dus de Bruno's Food Corner van Zonova. Ik reed er al. Ja, iedereen reed er al. Hoeveel miljoen was dat nou? 23. 23 miljoen. Nee. Was het niet? Maar dat was de krant. Maar, valse info van de krant. Belang Limburg. Nee. Wat in de krant stond is dat we in 2021 nog 23 miljoen gaan investeren. Ah, oké. Dat is een andere ding. Ja. Ik vraag me af, hè. Hoe werkt dat, Angelo? Haalt je dat cash uit of mag je altijd gebruik van de banken? Ja, dat is logisch eigenlijk. Leverage, dat. We blijven altijd een partner. De bank is een partner en blijft een partner. En als de bank met de tijd, zoals ik u gezegd, we zijn van 88 bezig. Je hebt een relatie met hen. Dat zijn partners. Dat zijn niet alleen geldschieters. Die zitten mee aan tafel 1 of 2 keer per jaar om de cijfers te evalueren, om te kijken van oké, zult je daar niet even wat afremmen of gaat je toch niet. Ja. Dus in die zin is dat een relatie die je opbouwt met de banken en volgen die ook de cijfers op en zien die de positieve evolutie en dan kun je natuurlijk ook verder uitbreiden. Ik moet denken aan een quote van Donald Trump, maar die zei ooit: als de bank mij 20 miljoen euro leent en ik kan dat niet betalen, is dat mijn probleem. Maar als die mij 2 miljard leent en ik kan dat niet betalen, is dat ons probleem. Dus maat, 20 miljoen, als je dat niet kunt betalen, dat is uw probleem, zoek maar uit. Maar 2 miljard, dan is dat ons probleem. Dan moet de bank nog met u in dialoog gaan. Dit dan. Ja, 2 miljard, maat, dat is veel. Dat is veel geld. Is Bruno al een miljardair? Oh. Miljard. Want als ik op Google vermogen Angelo Bruno, maat, verschillende cijfers. Amerika, ene zegt 5 miljoen, 50 miljoen. Ja, mensen moeten weten dat vermogen niet te cash is. Dat is niet wat je gaat hebben. Alles samen, zelfs je iPhone, je auto. Ja. Ik zou zeggen, Angelo, je moet niet zeggen hoeveel, hè, maar in de buurt. Maar je kunt wel zeggen wat Bruno's geschat wordt, eigenlijk niet? Ja, is dat belangrijk nu? Om dat te weten. Dat is niet belangrijk, Angelo, voor u. Dat is allemaal maar voor onze kijkers, jonge gasten. Die kijken naar de cijfers, die worden 80 miljoen, hoeveel Mercedes er zijn, zo denk je die. De kijkers en de luisteraars zouden eigenlijk moeten dit gesprek hier, zouden die moeten de goesting krijgen om te ondernemen en om het vast te pakken. En, ja, dat is een bijzak. Als je kijkt in onze uitbatingen, al die jonge mensen die op dit moment zaakvoerder zijn, want onze tankstations zijn allemaal zelfstandige franchising. Dus als je ziet hoeveel jonge mensen zich aanbieden bij ons, ja, dat wil zeggen dat, en dat is voor mij het belangrijkste, dan wat zijn de vermogens? Het heeft op zich, geen boodschap. Maar dat is ook. Dat maakt gewoon voor interessante clipjes. Ja, want we zijn nu in het jaar 2021. Bruno's groep is gestart in 88. Had jij... 88. Ja, 33. Had de 30-jarige Bruno, de Bruno-familie, gedacht dat na 20 jaar er investeringen gingen gemaakt van 23 miljoen euro bijvoorbeeld? Zeker, maar sowieso. Hadden jullie die vooruitzicht? De eerste jaren is het lenen van geld bij de bank ook heel moeilijk. Hè? De bank is, zoals ik je zei juist, de bank is een partner. En die moet je leren kennen. En de eerste jaren is het moeilijk. We hebben de eerste jaren het heel moeilijk gehad om de bank te overtuigen om mee te gaan in ons concept. Dat zijn ook keys, hè? En dat wil ook zeggen dat we natuurlijk... En ene keer als je trein aan het bollen is, ja, dan hang je daar maar wagonnetjes aan. Die trein blijft rollen. En dat is wat er nu aan gebeurt de laatste 10 jaar. Bij de groep Bruno zijn wij heel snel aan het evolueren. En het concept draait heel goed. En de uitbaters zijn fantastische gasten, ja, krijgen opleiding. Wij geven heel veel opleiding. Wij proberen al onze uitbaters met de neus in dezelfde richting te krijgen. Het concept is heel belangrijk. Om ja, het is overal hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat Bruno, de groep Bruno heel goed doet. Ja. Omdat elke Bruno's Food Corner waar je in gaat, je weet heel direct consistentie. Zijn, dus het is altijd hetzelfde. Maar en de supermarkt en zo gebruiken dat systeem ook. Stel je voor, Angelo, ik kom morgen een Bruno's openen. Hoeveel kost een franchise? Of werken jullie niet zo? Nee, onze manier van werken is dat wij eigenlijk het liefst wat we hebben, en dat gebeurt eigenlijk 99%, dat is dat jongeren zijn of werknemers zijn, niet alleen jongeren, ook ouderen, maar werknemers zijn die eigenlijk aan de kassa beginnen. Of aan de bakkerij beginnen. Ah, en dat die groeien in het werk. En dat die achteraf de stap doen om te zeggen van nu wil ik zelfstandig worden. Nu zou ik een volgende station die vrijkomt, ben ik bereid om het station uit te baten. Dat is goede motivatie. En zo werken we dit. Dat is eigenlijk de manier van werken die we tot nu toe hebben. Ik denk dat dat goed werkt met loyaliteit ook. Want ik denk, zo bouw je een loyaliteit, een trouwheidsgevoel met de firma. Want dus ik denk dat bij ondernemingen dat is belangrijk. Dat je goed gemotiveerd zijn eigenlijk om alles te doen, en dat is wel de manier. Maar die verdienen niet veel. Dat is een familiebedrijf, dat is een groot familiebedrijf in principe. Ja, en kijk, we kunnen proberen nog uren uit te leggen wat de job is van een zelfstandige uitbater bij ons, maar dat helpt niet. Ik denk dat je op een werkvloer moet zijn om te weten hoe die job eruit ziet. En als je het zelf meegemaakt hebt als werknemer, ja, die heeft het mee. Die weet wat er gevraagd wordt van een zelfstandige uitbater. En die kan daar, en op het moment kan die zeggen van ik ben kandidaat, omdat ik weet wat de job inhoud is. En dan maakt het veel gemakkelijker om die keuze te maken. Datzelfde als heel veel CEO's zeggen, ik wil niet iemand met 3 masters, bachelors. Ik wil een met ervaring op het vloer. Gedrevenheid, ervaring, iemand die wil zelfstandig worden. Iemand die wil stappen naar het ondernemerschap. Voilà. Ja, ik heb een krantartikel onlangs nog gelezen dat groep Bruno een tijdelijk huis heeft gegeven, een tijdelijk huis om te verblijven, gegeven aan een werknemer. Die is getroffen door een brand tijdens de werkuren, toch? Ja. Wow. Respect. Dat is een werknemer die bij ons in Beverlo werkt en die jammer genoeg geconfronteerd is met deze spijtige, dat is echt een ramp. En die uitbater heeft die medewerkster op allerlei manieren willen helpen. En ook wij als organisatie hebben dat willen doen. En we hebben dan ook gezegd van kijk, er is nog een appartement leeg boven dat tankstation in Heppen. Dus als jullie daar, of die vrouw met zijn zoon, want die heeft zijn dochter verloren en zijn vriend. Dus ik weet niet hoe ver het is. In de brand, ja. Dat is erg. Die krantartikel moest je voor betalen om de volledige krantartikel te doen. Dat hoef je niet doen, penningen. Nee, dat is waar. Maar ja, dat is echt erg. Dat is wel erg, ja. Dat is respect aan die familie trouwens. Ja. Angelo, jij zit Italiaan. Ik ben een Europeaan. Oké, maar Angelo de globalist, of wat? nee. Ik hou van Europa. Ik denk dat het niet zo belangrijk is welke nationaliteit we zijn. We zijn denk ik allemaal burgers. Ik hou van Europa, maar ik ben een wereldburger in brand. Ik hou van Europa, maar niet van de Europese Unie, maat. Ik vind dat zo kunstmatig. En mijn geld, en mijn instellingen, bureaucratie, dit, dat. Maar Europa is anders. Ik hou van Europa. Weet je wat ik bedoel, maat? Ja. Dat is een beetje politiek. Angelo begrijpt me nu. Maar nou, waar uit Italië zijt je, Angelo? Zuiden? Mijn ouders, ik ben geboren hier in Genk samen met mijn jongste broer, en mijn ouders zijn afkomstig van Bari, Puglia. En daar in 2 dorpjes, mijn vader vanuit Noci en mijn moeder vanuit Gioia del Colle, 2 kleine dorpen van 40.000 inwoners. En die zijn eigenlijk hier gekomen, mijn vader in 1957. Een van de eerste dus? Nee, er waren al veel hier. Maar mijn vader om 1957 en mijn moeder is dan met 5 kinderen in 1958 gekomen. En wij zijn geboren in 1961 en 1964. Dus we zijn met 7 kinderen thuis, maar 5 zijn geboren in Italië. Nee, maar het jaren... Oké, dus 70 was je 10 jaar. Hoe was dat in Genk, jaren 70? Hè? Ik vraag me echt... Je ziet soms foto's op Facebook stalen straat en zo. Ja, wij hadden een andere, dat is een andere generatie. Hè. Wij werkten, wij leefden eigenlijk als wij speelden op straat. Hè. Wij hadden niet de gsm's of andere technologische spelletjes. Wij speelden eigenlijk voetbal of knikker. Was geen goed in voetbal. Ik ben keeper geweest. Gianluigi Bruno. Maar ik ben dan gestopt omdat ik eigenlijk heel veel bezig geweest ben met de parochie in Zwartberg. Ik ben afkomstig van Zwartberg. En ik heb dan in de KJG en eerst in de Giro gezeten, 5 jaar. Ja. En daarna in de KJG. En dan ben ik buurtwerk gedaan. Dus ik heb eigenlijk tot mijn 27 jaar heb ik eigenlijk altijd sociaal werker geweest. Ik ben eigenlijk in het buurtwerk geweest. Ik heb gewerkt met Bruno, is met by the people, for the people. Maar die zeggen nu 27, hè. Kijk, mensen, echt, hè? Ik ben 28. Dus de succesverhaal dat daarna nog gekomen is. Het is nooit te laat. McDonald's was 50 jaar maat toen die was gestart met McDonald's. KFC was 70 of zo, Colonel Sanders. De schrijver van Harry Potter, J.K. Rowling, maar die was 40 jaar. Die kreeg een fantasie, die schreef Harry Potter, is miljardair nu. Het is nooit te laat. Sorry Bruno. Nee, Angelo, sorry. Dat is een side note. De mensen zeggen, hey, wat heb jij gedaan? Maar het is nooit te laat. Nee, dat is waar. Maar... is nooit te laat. Dus je zit tot 27 jaar dan... ik heb sociaal werk gedaan tot 27 jaar. En dan ben ik begonnen met mijn jongste broer in Genk op de Hasseltweg. Met ons eerste tankstation. Ah, dat was de eerste, ja. De Hasseltweg, ja. Ah, dus het eerste tankstation. Tegenover de Basic Fit daar. Ja, okay. Juist, ja. Dat is de allereerste? Dat is de eerste tankstation, ja. En dan hebben wij zulletjes aan... spaarpotje aangelegd en dus zijn we begonnen aan het tweede, derde, vierde station. Hoeveel zijn er nu totaal? Nu zijn er 22 stations, tankstations. Ja. Ja. Heb je ooit gedacht om Bruno's Food Corner gewoon een losstaand eetzaak van te maken? Wel, dat is wat we nu gedaan hebben aan, het NMBS station. Oh, dat is in de toekomst. Genk. Dat staat los van tanken, hè. Dat is alleen maar eten en drinken. Ik ben er al en dat willen we doortrekken in Sint-Niklaas nu, in Brugge nu. Dus, maar inderdaad, en we gaan dat waarschijnlijk ook doortrekken in locaties zoals misschien de luchthaven of nog drukkere locaties. Luchthaven is een goede idee. Bruno's Food Corner is een concept die je perfect en andere locaties. Het moet niet altijd met een tankstation van voor gebeuren. Nee. Dat is niet nodig. Ja. Je kent Pepe? Pepe Lazzarino? Nee, Giacomazzo. Labot, ja. Is dat een goede vriend van u? Dat is... eigenlijk is dat een beetje... concurrent? Vriend, maar ook een stukje familie. Omdat de papa van Pepe is... toen hij voor de eerste keer in Bali kwam, is hij bij ons thuis geweest. Dus we hebben altijd heel close geweest. Mijn oudste broer is de beste vriend van de vader van Pepe. Ja, we kennen elkaar zeer, zeer goed, ja. Ja. Maar die is ook succesvol. Die ging komen, die heeft nog niet gezegd gaat komen, maar die leest onze DM's. Ik kon aflevering alleen over eten hebben met hem. Dat is ook zo'n elegant. Italianen zijn elegant, je weet dat. Zijn uw ouders gekomen om in de mijnen te werken vroeger? Ja. Dus mijn pa heeft in de mijn gewerkt. Eerst in Zwartberg en daarna in Waterschei. En ja, al mijn broer en mijn zussen, we zijn naar school gegaan. De ene heeft één richting gedaan, de andere richting. En totdat mijn jongste broer en ik in 1988 beslist hebben om een onderneming op te zetten. En we hebben de rest van de familie ook meegenomen. En elk jaar, om de 2 jaar, kwam er iemand bij, omdat we breiden uit, dus moesten volk hebben. Ja. En zo is dat gegroeid. En, want uw broer Giuliano, die is ook een aparte entiteit een beetje, hè? Want, ja, die heeft eigenlijk, los van de samenwerking tussen mij en hem, doet hij 3 stations, de Giuliano's restaurants, die zijn van hem en die heeft hij opgezet. Dat was Michael hier een Genk in Hasselt. Ja, hè? Inderdaad, ja. Daar ben ik Kenopolis. Ik ben een fan, snap je, daarom. Maar het is simpel, maar goed. Ja, dat is goed. Ik ben een fan. Dat is mooi. Dat is een goede plaats om met uw vrienden of met uw vrouw te gaan eten. Ja, absoluut, ja. Misschien een pizzeria ook. Maar dat is een pizzeria-restaurant. Alles, ja. Maar dat is een restaurant echt, hè? Ja. Dat is echt geen pasta bar, Giuliano. Dat is een restaurant. Nee. Dat is geen pasta bar. Dat is, maar ik ben... Die in Hasselt, langs de Kinopolis. Ik weet nog, toen dat pas gedaan werd, ik denk dat er toen een paar... de krantenartikels hadden het ook over miljoenen. Maar jij leest te veel naar krantenmaat. Jij moet naar de man zelf vragen. We zijn hier. Dat is fake nieuws. Wat vind je over fake nieuws, Angelo? tegenwoordig. Vals en forward, snel, spreid. Ja, ik moet je zeggen, ik probeer daar niet naar te luisteren. Want dat, is, dat gaat de realiteit bepalen, maat, na een bepaalde tijd. Ik ben altijd... ik ga mijn eigen weg op. Voilà. Ja, maat. Zoals je zei, ik was ook kandidaat Genkenaar van het jaar. Hoe heet je dat eigenlijk, Angelo? Omdat mijn vrouw daar zat. Maar heeft hij iets gezegd over mij? Of? Nee. Ah, ik heb, de moment dat jij me ge-sms'd hebt, zei ik haar dat. Ik zat in de zetel toen jij me ge-sms'd hebt. En toen zei, toen zei ze van, ja, ik ken die jongen, want die was ook een van de gerenommeerden. Ja, Angelo. Ik ga niet akkoord met de uitslag, sorry. Noem me maar ondemocratisch, unconstitutional. Cindy met 160 Instagram-volgers heeft gewonnen. Met 1600 stemmen. Ik had maar 600. Ja, dus ik heb verloren. Dus Wim Dries was daar, Angelo, Wim en Aniek. Die waren constant aan het zeggen, we hopen dan vrouw wint, we hopen dan vrouw gaat winnen. Alsof ze de uitslag al wisten. Dus ik ga niet akkoord maken. Next time is beter. Volgende. Ah ja, voor misschien. Deze krijgt de steun van Angelo vragen, man. Flyers. Over heel Vlaanderen. Stem op Sinan. Maar Angelo, wat vind je over dit concept? Want je wist eigenlijk niet over wat dat ging en zo. Nee, ik moet je zeggen, ik ben heel slecht in social media. Ja. Dus ik volg dat ook niet. Mijn kinderen volgen dat wel. Maar ik volg dat niet. Ik heb dat ook nooit gezien eigenlijk. Heel eerlijk, ik ben dat eerlijk. Dit heb ik nog nooit gezien. Dat is eigenlijk gewoon radio, en ik weet, ja, ik weet dat. Anders ben ze eerlijk. Ja. Ik kan zeggen, ik ken niks van jullie gezien. Ja, andere mensen die komen zeggen, ja, we hebben al een aantal afleveringen gezien. Dan vragen ze welke aflevering. Maar ja, dat is fijn. Ik ben heel slecht in social media. Dus de tijd dat ik schepen was, deed mijn kabinetmedewerkster mijn Facebook. Dus je bent een beetje verwend geweest in die tijd. Ik ben verwend geweest en ik moet u zeggen, ik ben eigenlijk te lui om dat nog te leren. Zeker, maar dat is ook... ik ben eigenlijk te lui, dus ik moet dat leren, want de sociale media zal in de komende jaren nog meer zijn en nog... belangrijker worden. Maar anderzijds vind ik het ook een beetje vies. Ik heb in de tijd dat ik schepen was, dikwijls... ik dacht van, jongens, wat vertellen ze nu over mij en dus de negativisme die de mensen hebben. Ik denk dat dat geen meerwaarde is aan onze maatschappij, hoor, de sociale media. Nu soms gebeurt. Ik begrijp, er is een heel felle toxic environment op sociale media. Je kunt niet zeggen zonder daar accountable voor te zijn. Ja, dus met een fijn profiel kun je vloeken. Ja. Je kunt doen wat je wilt eigenlijk en je hebt maar het heeft ook veel voordelen, maat. Ja, dat wel. Dus zeker in deze coronacrisis bijvoorbeeld. Heb je ook nooit Zoom-meetings gedaan in deze... Jawel, we hebben heel veel moeten... het is inderdaad... Goed, maar dat is evolutie en daar gaan we naartoe gaan, dat weet ik. Dat is inderdaad zo en dat zijn de positieve kanten. Ja. Maar hoe de reacties zijn op sociale media, naar elkaar toe... Angelo's van de oude garde, maat. Respect. Dit gaat ver. Naderen. Dit gaat soms ver. Hoe mensen elkaar kapot maken op sociale media. Heb je ooit iemand willen kapot maken, Angelo? Nee, maar ik ben serieus. De kijkers, maat, Angelo, Italiaan, multimiljonair, die vragen zich, play the Godfather muziek. Heb je ooit... Iemand is echt over de lijn gegaan, over u en uw familie. Zoals gezegd, sociale media. Toen je dacht van, ik moet een telefoontje plegen naar mijn OG's. Het probleem is inderdaad, en dat vind ik jammer, hè. Ik ben in de politiek actief geweest sinds 2006 en ik ben bij de Socialistische Partij opgekomen. Hè. En men heeft nooit, we hebben ook nooit kunnen vertellen aan de mensen. Hè. En de mensen die me kennen, weten wie ik ben. Maar dat zijn twee dingen dat is water en vuur. Socialist zijn en ondernemer zijn. Ja. Dat zijn twee dingen die niet met elkaar matchen. Blijkbaar niet met elkaar matchen. Maar dat is echt dom. En dat maakt het heel moeilijk. En dat is ook hetgene wat op sociale media dikwijls heel verkeerd is geïnterpreteerd geweest. Het is niet omdat dat ik een ondernemer ben, dat ik geen sociale instelling, de socialistische standpunten kan nemen. Maar je komt uit die... Ik kom uit het socialisme. Ja. Ik ben altijd... mensen verwachten dat je liberaal open VLD zit met ondernemen. Ja, dat vind ik... Die vakjes zo, politiek in vakjes zetten. Dat is waar. Ja, maar ik ben heel blij dat er een nieuwe generatie politiekers aankomt. Als je Conor zo hoort... Wat vind je over hem? Ik heb hem echt niet graag aan. Die is zo... Die probeert te hard om cool te zijn. Over wie hebben we het? Conor of zo. Ja. King Conor noemt hij zijn eigen koning. Ook, ik begrijp misschien SPL wat verjonging, nieuwe gezicht, andere naam vooruit. Ja, het is toch... het is zo cheesy, los van het feit dat dan nu een socialist is, die behoort tot mijn ideologie. Ik bedoel dat die jong is, dat is goed. Ik vind het goed dat er nieuwe bloed komt. En hij lukt er ook in om terug een partij in beweging te brengen. En dat is wat belangrijk is. Okay, en voor mij kan dat ook binnen alle andere partijen. Je moet soms een wit blad beginnen en nieuwe mensen kansen geven. Als je altijd met de oude krokodillen blijft zitten... Zelfs ik als krokodil. Je zit geen krokodil, Angelo. Op dat moment heb je geen vernieuwing en geef je geen ruimte. Kijk, ik heb gestopt in de politiek. Waarom? Omdat ik Alessandro Cucchiara ruimte gegeven heb. Ik kon gewoon schepen blijven, als ik wou. Maar ik ben opzij gegaan om de verjonging binnen te krijgen. Niet alleen om medische redenen, maar ook om de verjonging te krijgen. Jassin, bijvoorbeeld, die is fractieleider, die zit een provincieraadslid. Allee, die mannen die gaan groeien. Als die willen groeien, en dat is hetgene wat er moet gebeuren op een bepaald moment. Ieder persoon moet zelf op zijn hoogtepunt afstand nemen van dat is waar, maar Jassin is echt een salonsocialist. Hij is een salonsocialist. Altijd op de achtergrond, maar altijd zo meeluisteren en dan zo... nooit zelf uw mening kunnen echt uiten. Ik heb dat niet graag, maat. Ja, dat is wel echt, hè? Ja, dat is zijn karakter misschien, hè? Zo analyseren en toeslaan wanneer het echt moet. Maar ik heb iemand graag die zijn mening uit. Gemeenteraad, dat die echt zijn stem gaat laten horen. Dat is wat ik moet doen. Jassin is niet. Alessandro, maar die maakt iets mee buiten. Die maakt zo'n tekst op Facebook. Trekt zijn emoties aan uiten. Bij Jassin is... formeel. Dat is wat ik zie. Mensen gaan zeggen, waarom Roosheim? Je zit Turk. Nee, zo werkt dat niet. Ik oordeel iedereen op zijn acties, niet op zijn afkomst. Dat is inderdaad juist. Dan moet je het blijven doen. Voilà. En ik hoop dat de mensen dat altijd doen. Hè. We mogen niet blijven stemmen Marokkaan op Marokkaan, Italiaan op Italiaan, Turken op Turken. We moeten stemmen op inhoud. Hè. We moeten echt stemmen op inhoud. Dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat dat ook aan het veranderen is. Ik denk dat jullie generatie, de eerste generatie Italianen, Turken, ja, dat was een ander verhaal. Die stemden op een... Dat is mijn beef. Op een, Maar nu komt er een jonge generatie, de derde, de vierde generatie, die helemaal anders denkt. Die kijkt naar inhoud, die luistert, die volgt de politiek. En dat is heel belangrijk. Jassin is een hele goede jongen, is een heel capabele jongen. Natuurlijk hangt er vanaf ook, wat credibiliteit krijgt hij binnen zijn gemeenschap. Of is het alleen maar zijn gemeenschap? En dat is altijd het moeilijkste verhaal in heel politiek gegeven. Hè. Weet je hoe hij overkomt, Angelo, binnen onze gemeenschap? Die gaat kijken, en we zijn goed bevriend, die gaat vies kwaad worden op mij. Jassin, die komt naar een vereniging of café. Haar moustachebril, met zijn mooie accent, een beetje zo, weet je wat ik bedoel, een aristocraten-Turk. En onze mensen hebben dat, wij zijn landbouwers, maat. We willen geen aristocraten zien. Bijvoorbeeld, wie is het tegendeel van Jassin binnen de Turkse gemeenschap? Tegen Paul, met Ali. Oké, Ali is uitgeschakeld geweest, omdat hij het slechts heeft gedaan. Maar Ali is meer het man van het volk. Jassin is meer de... Daarom dat ik zeg salonsocialist, aristocraat. Ja, maar je moet ook soms wapens hebben om te gebruiken. Hè. Allee, als je schepen bent, zoals ik schepen was, zoals Ali schepen is geweest, zoals Yilmaz Kurtal schepen is, zoals Eran schepen is. Eran, ja, crisis. Allemaal, als je schepen hebt, dan heb je positie om dingen te realiseren. Maar mensen die gemeenteraadslid zijn... Die kunnen niet... dat is moeilijk, hè. Je kunt wel meedebatteren, je kunt mee de beslissing nemen, maar de uitvoering gebeurt nog altijd door het scheepcollege. En dat komt je op een andere manier naar voren. Ik wil Jassin niet goed praten, maar Jassin zal nog veel moeten leren. En misschien is goed dat je dat zegt, hoe hij zich moet presenteren, maar hij is wel geëngageerd. Dat wel. gedaan. Die van Bassi daarvoor, man. Dat is een echt socialist. Die zou nooit naar een andere partij kunnen gaan. Gelijk andere mensen. Ja. Wat vind je over Wim? We zijn goed bezig, Angelo. Ik heb Wim leren kennen als, als collega schepen. Ik bedoel, hij burgemeester, ik schepen. In 2012 tot 2019. Ik moet je zeggen dat we alle twee een goede tandem waren. Hè. Wij hebben, dat was ook de eerste keer dat de CD&V de meerderheid gebroken was. Dus een partij die misschien 24 of 30 jaar aan de macht is, ja, vind ik dat Wim dat ongelooflijk goed gedaan heeft om die omschakeling tussen een meerderheidspartij naar rekening houden met een andere partij. Je moet dus rekening houden. Dus je hebt de opmars van de CD&V in Genk dan meegemaakt? Nee, maar die zijn al 90 jaar aan de macht. Hè? Ja, die zijn lang aan de macht, hè, de CD&V. Maar in 2012 is die meerderheid gebroken. Hè. Ah, okay. Is een coalitie gevoerd. En toen zijn wij met Pro-Genk samen met de CD&V in coalitie gegaan. Ah, okay, ja. En toen ben ik eerst schepen geworden. Dus ik heb hem daar... En hij was al twee of drie jaar burgemeester. Dus wij zijn een heel goede tandem geweest en dat heeft natuurlijk ook wel, dat heeft ook geresulteerd tot goede beleidskeuzes die we gemaakt hebben. En ik moet u zeggen, we hebben ook heel veel samen gedaan. En ik denk dat dat nu met Alessandro en Wim ook niet slecht gaat. Het is anders. Alessandro is iets jonger. Wim is een ervaren vos. Hè. Dat is natuurlijk altijd... Onsluwe vos. Die vinden elkaar wel. En dat wordt goed gedaan. En ik zie ook een beleid dat die... Als je ziet hoe we corona hebben aangepakt, als je ziet ook hoe wij bezig zijn met burgerparticipatie, hè, met geld dat de burger zelf mag beslissen wat ermee kan gebeuren. Allee, als ik zie rond wonen en rond andere thema's, denk ik wel dat dat beleid nog altijd een goed beleid is, een correcte beleid is, en waar de burger toch wel in Genk zich goed voelt. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, voilà. Ik heb ook een side note. Je hebt... op de Bruno's en de Genkersteenweg heb je 2 jaar geleden, je weet dat misschien niet, omdat je niet zo mee zit met sociale media. Die weet dat sowieso. Maar misschien is dat wat tot bij u geraakt, ja, want dat is in de krant gekomen toen. Omdat Pukkelpop... Ja. Dat was door ik aan. Post Malone is langs geweest toen bij Tara, denk ik. Jij beseft, alleen misschien hebben je mensen rondom al gezegd hoe groot dat is, maar dat is letterlijk... Nee, dat is toevallig vooral waarschijnlijk, hè? Top niveau, hè? Qua beroemdheid. Ja, dat is... Ja, maar ik moet je zeggen, we waren heel fier op dat was een fantastische reclame. Maar we hebben dat nog, hè? We hebben dat nog. Ja, dat Kevin de Brein en zo. Het vast... Alhoewel wij nooit dat woord fastfood willen gebruiken in ons concept, hè? We willen niet dat woord gebruikt wordt. Maar voor heel veel Amerikanen, heel veel mensen, heel veel bekende namen buiten België die naar België komen, denk aan voetballers. We hebben op bepaalde momenten ik weet niet meer welke ploeg dat was, een internationale ploeg, die in Genk was komen spelen. We hebben daar s'avonds allemaal pizza's moeten brengen. Dat was een topploeg, hè. Ik ben de naam al kwijt. Dus wij hebben daar wel een concept die wereldwijd aan iedereen slaagt aan bij iedereen. Hè. En dat maakt het natuurlijk, want je weet dat ik ben een pukkelpopman omdat Jockey een vriend van mij is. Hè, dus ik ga altijd... Jockey, wanneer gaat je komen? Ik stuur je op Instagram vol berichten, je leest dat niet. Maar die mensen kijken e-mails, maar Instagram kennen die niet. Dat is een van de volgende... gasten? Dat is een van de volgende gasten. Maar stel dat die Travis Scott of zo belt hier. Nee, moeilijk. Ja, Jockey die komt veel in contact met die mensen. Hè? Ja, inderdaad. Maar wat ik over zeggen was, als ik in de weide rondloop, mensen kennen ons alleen maar, de groep Bruno kennen die alleen maar van de pizza, van de broodjes, en dat is ons naamkaartje geworden. Het is niet meer de benzine, wat voor ons belangrijk was. Het is de fastfood, het food corner, dat eigenlijk succes... verhaal geworden is. En dan natuurlijk, je kent ons van KRC Genk op de broekjes. Voilà, de Bruno. Maar ik heb mijn eerste zelfstandige onderneming, dus ik had een lounge geopend op 19 jaar. Ik heb mijn eerste onderneming een beetje strategisch probeert te zetten langs een Bruno's. Ja, dus, waar dan? Op de Genkersteenweg. Genkersteenweg, ja. Langs de prenup's, ja, toch? Nee, dat was de derde. Sorry. Dus mijn eerste zaak heb ik geopend langs de Genkersteenweg, langs de Bruno's. En dat was een beetje... Ik heb mijn oudere broer, die zei me dat ook. Die zei, we waren naar een aantal panden aan het kijken en die zei, kijk, dat is een Bruno's, die is altijd open. En je kunt makkelijk verwijzen naar daar. Ja. Hè? Waar is uw zaak? Het is langs de Bruno's op de Genkersteenweg. Daarom dat ik de mensen die daar werken, George en Poladabi en... Maar die kent je allemaal. Ja, die ken ik allemaal. Daar is ook eentje, een meisje, ik ben de naam vergeten, dat is ook een heel vriendelijke. Die is pas overgeschakeld naar die van Genk. Die werkt nu op station. Dat is gewoon raar, maar ik ben de naam vergeten. Shout-out. Ja. Cincy. Ja. Angelo kent zijn mee. Angelo is mee. Dat is passie, man. Maar dat is waar. Zij zijn heel vriendelijk. Het is heel belangrijk dat je personeel kent. Hè. Ja. Het zijn er 500 in Limburg die voor ons werken. Dus ik probeer ze wat te kennen, maar dat is niet gemakkelijk. Je kent de populairste of de mensen die meest... Ja, dat zijn mensen die eigenlijk... Cincy is bijvoorbeeld nu verantwoordelijke aan het station in Genk. Ja. Die gaat ook Sint-Niklaas verder opleiden. Die gaat Brugge begeleiden. Dus een heel goed meisje. Ik heb haar leren kennen in Hasselt, toen ik mijn zaak daar had. En ik ging daar vaak eten, vanzelfsprekend. Dus we gingen daar met personeel, we haalden daaruit. Want we werkten tot 's nachts, tot 1 uur 's nachts. En dan haalden we daar meestal een aantal pizza's. Zo zijn we ook op deze manier. Jensie was heel vriendelijk. En ik heb haar op Genk station, ik denk een maandje of 2 geleden gezien. En toen zei ze dat... Doe het zeer goed. Zij zei toen dat ze verantwoordelijk was. En ik zei... Ik heb uitdrukkelijk gezegd, ik ben trots op je. Ja, dat is echt... Dat is een heel flink meisje. Ja, dat is waar. Of vooral eigenlijk. Mensen, onderneem alsjeblieft. Als je 1 keer faalt, maakt niet uit. 10 keer maakt niet uit. De 11e, succesvol zit je binnen. Ja, je moet gewoon... Ik denk dat in iedere persoon talenten zijn. Alleen moet je zelf weten welke je talenten zijn. En als je talenten hebt, en die heb je... En we kunnen daar juist de juiste talent door prikken, dan gaat je vanzelfsprekend op dat moment groeien. En dat is wat heel veel jongeren op dit moment niet weten, wat ze allemaal in zich hebben. Die hebben heel veel. Heel veel jongeren hebben ongelooflijk veel ervaring, maar die komen niet naar buiten met die ervaring. Zwaar. En dat is iets wat soms, en ik zie dat aan mijn uitbaters, jongeren waarvan ik zeg van, dat is ongelooflijk. Ik zit nu in Bocholt met een jongen van 23 jaar, fantastische uitbater. Ik zit in Maasmechelen met een Eran, fantastische uitbater. Ik zit in Gasten in Zonhoven, in Brustem. Enfin, ik ga Salim, ik kan ze allemaal noemen. Hè? Ik hoop dat niemand kwaad is dat ik ze niet noem. Ja. Maar het zijn fantastische kerels en die hebben allemaal ervaring opgedaan en die hebben dat kunnen nu echt concreet maken in het zelf iets te ondernemen. Ange, ik had nog 1 laatste vraag, of ja, ik wil voor een gunst vragen. We hebben een studio nodig en dat je €20.000 kost. Zeg, maak €20.000. Nee, maat, dat is een... Angelo de venture capitalist. Maar betaal dat terug, maat. Dat moet interessant zijn, hè? Je kunt toch niet zomaar... De Bruno Studio, de Angelo Studio. Maar misschien moet je eens nadenken dat je dit hier op locatie gaat doen. Dat hebben we geprobeerd bij Ali. We hebben dat Ali. Bij Ali, die zei kom naar ons en we hebben geen goede herinneringen daaraan, Angelo. Bij welke Ali? Ali Challer. Maar goed, maar ik bedoel, ja, oké, dat is goed, maar ik bedoel een bepaalde activiteit, een bepaalde onderneming. Ga eens, doe dat eens bijvoorbeeld bij Pepe of vraag eens aan dan is je ook weer op zijn gemak, bedoelt je zo? Nee, op zijn gemak, maar je speelt weer ergens op een locatie en die locatie wordt misschien ook zichtbaar. En dat is een goed idee. En zo zijn er heel veel locaties waar je dat kunt doen. Hè? Mensen die in de sport zitten. Ja, maar dat zou je alleen kunnen doen bij high profile guests. Ik heb gezien dat je Erik Gerrits gehad hebt hier ook. Ja. Je gaat misschien Erik Gerrits kunnen... Dat is hetgeen wat hij met deze morgen... Ah, waarom zijn we niet naar het stadion geweest? Dat is zwaar, joh. Ik heb gewoon sleutels ervan, snap je? Maar misschien zou die zeggen, nee, dat willen we niet. Dat weet je kunt vragen. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee, ja. Maar ja, dan praat je nog daarover, over die 20.000. Maar dat heb geen studio nodig, dat bedoel ik. Het is eigenlijk niet geregeld. Crisis COVID. Welke 20.000 heb je nodig? Nee, Angelo, dat was een heel grote eer voor ons. Ja, we zijn blij dat je het gekomen hebt. En ook heel, ik moet zeggen, heel oprecht, heel spontaan. Op een heel spontane manier. Ik heb gebeld, ik dacht aan je, ga die storen, die man is bezig. Ah, kom, schiet. Dat ging makkelijk, waarvoor dank. Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging. Ja, precies. Mensen, tot de volgende. Mensen, pak de keys van deze aflevering en doe er iets mee. Cheers.